dan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. De ringel staat schijnt niet heel goed open, dus. Dreimisting, zoals Hans net verteld, is dus een van de loop van tijd van deze mooie winkel. Dan zult u zien, beste mensen, dat bij alle artikelen, dat zijn er meer dan 18.000 in deze winkel, kunt u nagaan. Als Albert die heel veel aanbiedingen heeft elke week. We gaan met indruk op de knop. Ik opnemen, Albert Heijn. Oh, ze veranderen in alle winkels. Oh, de wapenalo. Closing ng Jumbo, dito pa rin kami. Opening, dito pa rin kami. May coupon kami para sa Kremel pudding at saka pa-flower. Nung closing ng Jumbo, 50%. Bago yun. Mabango pa yan sa loob. Tignan natin mamaya sa loob. Hoort u wat knallen? Dus heeft u kleine kinderen bij u, even op letten dat ze zich niet een hoedje strikken. En iedereen die het leuk vindt, mag met de hamster op de foto. Jazeker. Hamsteren! We hebben een fotograaf bij ons die maakt van die Polaroid foto's. Ze krijgt gelijk mee naar huis. Dus hebben we leuk aandelen voor het nachtkastje en zo. Kun je die ook voor je bieden blijven? Wachten, gaan we zo een mooi lintje knippen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag het woord geven aan de wethouder Bakkers, die nog een woordje zou doen. Oh, yun yung pagbunting nila. Oh. Ja, dankjewel. Prachtige opkomst hier vandaag. Welkom allemaal. In het mooie centrum van Heidhuizen. Ik neem aan dat jullie allemaal voor mij gekomen bent. Gezien de winkelwagen of er is iets gratis. Maar ik zou niet weten, dat zullen we zo gaan zien. Ik geef die even, die geef ik alvast even. Dan mag je nog hier naar kijken, Sam. Een Albert Heijn in Heidhuizen. Ja, wie had dat nou gedacht dat er ooit een Albert Heijn in Heidhuizen zou komen? Hè? Dat de westerse kruidenier van Weleer hier een filiaal opent. Althans, dat jullie hier een filiaal hebben. Mooie centrum. Ik denk Albert Heijn zelf ook niet. Die begon meer dan 130 jaar geleden in het westen van het land, iets boven Amsterdam. Een winkeltje van 12 vierkante meter. En had volgens mij daarbij niet gedacht dat hij nu hier vandaag in Heidhuizen een Albert Heijn ook zou openen. En wist je dan dat diezelfde Albert Heijn in 1911 ook een eigen bakkerszaak begon? Om zeg maar zijn producten in Albert Heijn te slijten. Dat was in 1911, dat was in 1914, kreeg Zaandam, want dat stond die bakkerij, elektriciteit. Dus in het begin was het nog een aanpoot. Ja, en Albert Heijn, hè, de opvolger van de oude Vivo vroeger, later de Super, de Super de Boer, ja, uiteindelijk Super de Boer, Jumbo, en dan nu Super de Boer, Albert Heijn. Vroeger had je een zus van Karis beeld op het station staan in een kleine echte kruidenier, vergelijkbaar met de Albert Heijn van vroeger. En nu kijk eens wat het hier geworden is. Ik ben zelf een enorm liefhebber van de supermarkt. Als ik in Frankrijk op vakantie ben, ga ik altijd heel graag naar de grote Leclerc, de Mammoets, de supermarchés, om daar op een ochtend wat rond te dolen en alle producten bij elkaar te verzamelen voor de barbecue van 's avonds. Maar goed, ik dwaal af, daarvoor zijn we op dit moment natuurlijk niet hier. Onze kernen levendig houden, dat is iets wat wij in Leudal
ja, enorm proberen te promoten. En dan gaat het niet alleen om de grote supermarkten zoals hier, maar ook om de kleine supermarkten natuurlijk in de kleine kern. En dan is het mooi dat ondernemers zoals jullie, met jullie hele familie van oudsher, maar nu ook zoals jullie hier als gezin staan, zeg maar het lef en het initiatief tonen om dit soort zaken toch voor elkaar te krijgen. En daar heb ik enorm veel respect voor. We hebben de afgelopen periode met elkaar samen mogen werken en ik zie het enthousiasme en de drive. Maar geen blinde drive. Je hebt wel eens mensen die hebben een blinde drive en hebben geen oog meer voor de omgeving. Ik denk dat we toch gezien hebben, althans ik heb dat zo ervaren, ik heb dat ook zo gevoeld, dat je dat echt ziet als een project dat je met je omgeving moet doen. Alle mensen die hier in de omgeving wonen, aan de voorkant en de achterkant. En je kunt het niet altijd voor iedereen goed doen, maar de intentie is in ieder geval geweest om ook in dit project, in de realisatie van deze Albert Heijn, deze mooie grote nieuwe Albert Heijn, om dat samen met de mensen in de omgeving te doen. En ik denk dat jullie dat goed gelukt is en dat jullie daar ook heel trots op mogen zijn. Ja, dan rest mij op dit moment even niets anders dan jullie te feliciteren met dit fantastische resultaat. En om dit heugelijke moment nog ook een beetje te illustreren met een cadeau. Heeft Stan dat al in zijn handen dus. Stan, Cynthia en je gezin. Dit is de skyline van Leudal. Ik hoop dat hij, dat hoop ik in ieder geval, dat hij nog een plekje krijgt, of thuis of hier in de Albert Heijn. En dat jullie heel veel plezier beleven aan deze opening en ook alle mensen die hier zijn en de mensen die de komende tijd hier komen om deze Albert Heijn te gaan bezoeken. Dank jullie wel en gefeliciteerd. Dankjewel, wethouder Bakkes. Ik in 91 dit pand gebouwd, althans het grootste contour ervan. In 98 zijn we zelf gaan exporteren, inderdaad met de formules die met al geneugd zijn. En als tweede generatie zijn Cynthia en ik eigenlijk wel heel erg goed, heel erg trots, dat Nick, Tess en Vince, gezet die kanjers hier staan, dadelijk voor ons dat lintje gaan knippen van deze mooie nieuwe winkel. Dus komt je er allemaal zien, komt je allemaal genieten. Leuk dat je er allemaal ziet, fijn dat je er ziet. En een dikke applaus ook voor deze kanjers. Dank jullie wel. Nou, dat gaan we meemaken. Maakt verder niet uit. Beste mensen, voor zometeen als u naar binnen toe gaat, voor degenen die als eerste komen, en dat is ongeveer 150 mensen, dus dat is ongeveer tot dan hier, die krijgen een gratis taart. Ja. En allemaal krijgen ze koekjes. Oh. En als u 25 euro investeert, krijgt u gratis bloemen mee naar huis. Aha. Ook mooi, hè? Ik vraag maar even aan de mensen hier in huis. Wacht even. Meneer, moet u zo meteen nog de paal in klimmen om dat fotootje af te drukken? Ja, dat is lastig. Die moet straks de paal in om te zien. Nou, oké, okay. Succes ermee. Zijn wij Huid, Heijsen en alle medewerkers van Albert Heijn? Zijn we er klaar voor? Yes! Redelijk. Doe er één keer over. Zijn we er klaar voor? Yes! Daar komt ie. 199. Als we zitten in hier in Huid, Heijsen. Oké, okay, daar komt ie. Nog één keer dan. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3,
staat makkelijk voor de kassa, zodat wij een plaats in te zetten. Vanaf hier nog 30 minuten, 20 minuten, 10 minuten weer in de kast. We hebben een extra stoel. Okay. Inintindi namin yung fly. Pero pauwi na kami. Ito na. Ang ingay. Saan ka pupunta? Kanta nga. Okay. Kantahin mo. Kanta. Ay! Open your app. This is the entrance. So, potato. New Albertine, the new supermarket in Hertogenbosch. Juice. The juice is there. Fruits. There is the fruit. Come. He wants apple and pear. Oh, dalawa. 244 euro. Ha? Here. Juice area, and this one 244 euro. That's a pricey. Mango, this is their mango. And then what else? Water pops. Oy, marunong. They knew where to put it. Children can just get it. Marketing. Yeah. Are we going to cook them out? No. But we have those yogurts. No.
Ja. With me, please subscribe and like, comment down below. Till next video, bye bye.